dit is hem. Ja. Ja, het is niet de duurste auto die er is, maar ik vind hem wel heel leuk. Dit is de nieuwe Giulia en dan de meest sportieve uitvoering. 510 pk, dat is ongeveer 5 keer zoveel als een standaard auto. Daar klopt jouw hart sneller van, merk ik. Ja, nou, ik vind het leuk, een combinatie van een semi-net uiterlijk en toch veel power. En waar je gewoon met z'n vier of met z'n vijf redelijk comfortabel in kunt zitten. Dat vind ik het leukste type auto. Deze is een beetje boven mijn budget. Maar stel nou dat ik door al die auto's hier zin krijg om een nieuwe auto te kopen. Wat is je belangrijkste tip dan? Waar let ik op? Nou, de belangrijkste tip is: maak een quick scan van wat je nodig hebt. Dat moet ook echt, want het heeft geen zin om een dieselauto te kopen als je maar 5000 kilometer per jaar rijdt. Dat is zo simpel. Ik maak een autoblad, dat moet het hebben van emotie. Ik zeg, ga voor wat je mooi vindt. Ga voor wat je leuk vindt. Want je moet er elke ochtend op aflopen. En dan zin hebben in de dag. Als je terugkomt, 's avonds thuis, je bent moe. Je parkeert je auto voor de deur. Dan moet je gewoon nog even omkijken. Zeg, shit, ik heb een mooie auto. Morgen weer. Daar moet je op letten. Nou, heb ik altijd gehoord, op het moment dat je hem helemaal hebt. Het moment dat je de garage uitrijdt, heeft hij al een kwart van zijn waarde verloren. Zijn er nou merken waarbij dat sneller gebeurt dan bij anderen? Nou, alle auto's dalen onmiddellijk in waarde op het eerste moment dat er een kenteken op wordt geschroefd. Dat is nou eenmaal zo. Grote auto's, limousineachtige auto's, die donderen echt in waarde na verloop van een aantal jaar. Grote Mercedes, Audi's, Volvo's, dat segment. Dat gaat echt, daar moet je geld achteraan gooien zelfs. Maar op het moment dat je klein, populair, zuinig rijdt, ja, dan is de waardevermindering per definitie het minst. En daar hoort deze niet bij. Oei. Maar deze is wel weer zo bijzonder dat die altijd wel geld waard zal blijven. En als ik er dan meer vanaf wil, hoe doe ik dat een beetje slim? De ik wil van mijn auto afachtige dingen is gewoon snel lozen. Je krijgt er niet de hoofdprijs voor, maar je bent hem kwijt. Een dealer is natuurlijk prima als je een nieuwe auto daar koopt. Dan wil die dealer jou best behoorlijk geld teruggeven voor je oude auto. Dus dat is een afweging. Ja, je kan natuurlijk ook op Autoscout zetten of een of andere website en een particulier proberen te verkopen. Wat dat betreft zijn er niet zo heel veel meer keuzes dan er vroeger waren. Maar wat is de slimste? De slimste is om hem zelf te verkopen.